Het nieuwe elektronische stemmen werd ontwikkeld op basis van een studie door zeven universiteiten in opdracht van de overheid. Zowel de hardware als de software wordt geleverd en ontwikkeld door Smartmatic. Om een perfecte technische ondersteuning te bieden, doet Smartmatic een beroep op Wincor Nixdorf. Dat kan terugkijken op een jarenlange technische ervaring met onder andere digitaal stemmen. Deze instructiefilm werd gerealiseerd om u een beter inzicht te geven in de nieuwe stemprocedure en de werking van het materiaal. De nieuwe stemapparatuur wordt geleverd door Smartmatic. De stemcomputers en de voorzitterscomputer zijn verpakt in stevige koffers. Deze koffers laten toe om de computers makkelijk en veilig te verplaatsen. De koffer van de voorzitterscomputer bestaat uit een netboek met muis, een printer, een kaartlezer, een USB-hub en de kabels en stroomadapters om alles aan te sluiten. De elektronische stembus bestaat uit een deksel met scanner en een opvangbak. De scanner wordt aangesloten op de USB-poort van de voorzitterscomputer. De stemcomputers worden in de stemhokjes geplaatst. In de koffer vindt u één stemcomputer, een alarmdoos en een sleuteltje om de printersleden te openen en de klepjes op de achterzijde van het toestel van de aan-uitknop. En de USB-poorten. De alarmdoos wordt aangesloten op de seriële poort aan de achterzijde. De alarmdoos wordt aan de buitenkant van het stemhokje bevestigd. Zo ziet de voorzitter welke stemcomputer een alarm geeft. Kort voor de verkiezing ontvangt elk stembureau de drie USB-sticks: twee identieke zwarte USB-sticks met de verkiezingstoepassing en één witte USB-stick voor de resultaten. In een begeleidende brief vindt u de codes om de toepassing te starten. De USB-sticks met de verkiezingstoepassing worden in de USB-hub geplaatst en de netboek wordt aangezet. In de begeleidende brief vindt u de loginnaam van het stembureau en het wachtwoord om de toepassing te starten. Bij het opstarten van de verkiezingstoepassing wordt er een diagnose uitgevoerd op de aangesloten apparatuur, de scanner van de stembus, de printer, de kaartlezer en de USB-sticks met de verkiezingstoepassing. Wanneer de verkiezingstoepassing voor de eerste keer wordt opgestart, wordt er een noodkaart aangemaakt. De noodkaart biedt de mogelijkheid om stembiljetten van een stembureau achteraf te hertellen. Bij de noodkaart hoort een beveiligingssteutel die wordt afgedrukt in het noodkaartrapport. De noodkaart en het rapport worden in een envelop bewaard. De stemcomputers worden via de verkiezingstoepassing geactiveerd. Via de wizard stemcomputers installeren wordt er een aanmeldkaart aangemaakt. De voorzitter kan met beide USB-sticks van de verkiezingstoepassing de stemcomputers opstarten. Per stemcomputer gebruikt de voorzitter één USB-stick. Na het inbrengen van de USB-stick aan de achterzijde van het toestel wordt het aangezet. Na het opstarten vraagt de stemcomputer de aanmeldkaart in te brengen om de verkiezingstoepassing te activeren. Wanneer de stemcomputer het scherm Verificatie gelukt, gelieve de kaart te verwijderen toont, is hij geïnstalleerd en kan hij worden gebruikt voor het uitbrengen van een stem. De klepjes achteraan een stemcomputer worden met het sleuteltje afgesloten. Per stembureau wordt één stemcomputer geleverd met audiomodule. Op deze stemcomputer wordt een handscanner aangesloten, waarmee de kiezer zijn stem kan visualiseren op het beeldscherm. Voor het stemmen worden de leden van het kiesbureau in de toepassing geladen. De gegevens van de medewerkers van een stembureau kunnen worden ingegeven door middel van zijn of haar elektronische identiteitskaart. Om een correcte werking van de stemcomputer te controleren, wordt er een teststem uitgebracht. Voor elke stem, dus ook de teststem, dient er een chipkaart geactiveerd te worden. De teststem, vroeger referentiestem, wordt per stemcomputer uitgebracht. Na het inbrengen van de chipkaart toont de stemcomputer dezelfde lijsten en kandidaten die een kiezer zal zien. Na het bevestigen van de keuze wordt een stembiljet met de tekst teststem afgedrukt. Wanneer de barcode van het stembiljet gescand wordt op de stembus, Verschijnt de gemaakte keuze op het scherm van de netboek? Dit is natuurlijk alleen mogelijk met een teststem. Zo kan de voorzitter de werking en juistheid van de toepassing op de stemcomputer verifiëren. De uitgebrachte teststemmen worden bewaard in een envelop. Na het benoemen van de leden van het stembureau, het installeren van de stemcomputers en het teststemmen, wordt de verkiezing geopend. De voorzitter drukt op verkiezing openen. De voorzitter kan nu het stemmen starten. Hij drukt op activeer kaarten. Een kiezer komt binnen en geeft zijn oproepingsbrief en identiteitskaart af. De medewerkers van het stembureau stippen de kiezerslijst af. De voorzitter activeert een chipkaart waarmee de kiezer zijn stem kan uitbrengen op een stemcomputer. De geactiveerde chipkaart wordt aan de kiezer overhandigd. Deze begeeft zich naar een stemhokje. De kiezer volgt de instructies op het scherm van de stemcomputer en schuift zijn chipkaart in de gleuf van de kaartlezer. Met zijn vinger kan de kiezer een lijst of een kandidaat aanduiden op het scherm. Door te drukken op de naam wordt deze geselecteerd. Door nogmaals te drukken kan de kiezer zijn keuze veranderen. Onderaan het scherm bevestigt hij zijn keuze. Na het bevestigen van zijn keuze wordt het stembiljet afgedrukt. De kiezer volgt de instructies op het beeldscherm. Hij of zij neemt het stembiljet en kijkt dit na. Op het scherm van de stemcomputer verschijnt de instructie om de chipkaart te verwijderen. Alvorens het stemhokje te verlaten, vouwt de kiezer zijn stembiljet toe. Per stembureau wordt één stemcomputer geleverd met audiomodule. Op deze stemcomputer wordt een handscanner aangesloten waarmee de kiezer zijn stem kan visualiseren op het beeldscherm. Na het scannen van de barcode op het stembiljet verschijnt de keuze op het scherm. Deze is dezelfde als de keuze op het stembiljet. Na het stemmen geeft de kiezer een chipkaart terug. Deze kan slechts één maal worden gebruikt en bevat geen stemgegevens. De barcode op het stembiljet wordt ingescand op de stembus. Op de voorzitterscomputer verschijnt de boodschap dat de stem geregistreerd is. Nadat zijn stem correct geregistreerd is, vouwt de kiezer zijn stembiljet toe en geeft het aan de bijzitter achter de stembus. Deze stopt het stembiljet in de stembus. Als een stembiljet een tweede maal wordt ingescand, verschijnt de melding stemgedupliceerd. Na het stemmen ontvangt de kiezer een identiteitskaart en zijn afgestempelde oproepingsbrief terug en verlaat hij het stembureau. De stemcomputer zal bij een fout een alarm genereren. Afhankelijk van de fout knippert er een rode of een groene LED en klinkt er een alarmsignaal. Door op de zwarte knop van de alarmdoos te drukken, wordt het alarmsignaal onderdrukt. Op het scherm van de stemcomputer verschijnt de reden van het alarm. Het papier is op. Met het sleuteltje opent u de printerlade en schuift u deze uit. Verwijder de papierrol door de groene knop omhoog te klikken. Na het plaatsen van een nieuwe papierrol wordt de groene knop terug in vergrendelstand geplaatst en zal de printer automatisch het papier aannemen. Met de activatiecode van het installatierapport wordt de stemcomputer terug geactiveerd. De stemcomputer zal bij een fout een alarm genereren. Op het scherm van de stemcomputer verschijnt de reden van het alarm. De stemkaart is niet verwijderd. Na het verwijderen van de stemkaart wordt de stemcomputer terug geactiveerd door de activatiecode van het installatierapport in te typen en te bevestigen. Wanneer een stemcomputer uitvalt, heeft de voorzitter de mogelijkheid om deze terug op te starten met een USB-stick en de aanmeldkaart. De verkiezingstoepassing laat toe om één USB-stick te verwijderen. De toepassing waarschuwt. Dat het slechts met één USB-stick verder kan werken. De voorzitter begeeft zich met de USB-stick en de aanmeldkaart naar de stemcomputer die hij wenst op te starten. Na het opstarten en initialiseren van de stemcomputer steekt de voorzitter de USB-stick terug in de USB-hub. De toepassing zal de data automatisch synchroniseren. Tijdens de synchronisatie mogen de USB-sticks niet worden verwijderd en wacht de voorzitter. Tot de toepassing alle data heeft gesynchroniseerd. Op het einde van de verkiezingsdag sluit de voorzitter het scherm Activeer kaarten, registratie van de stemmen. Het hoofdmenu Verloop, verkiezingsdag verschijnt. Om af te sluiten drukt de voorzitter Stemmen afsluiten. Dit moet bevestigd worden. Nu kan er niet meer gestemd worden. Na het afsluiten van de stemmen wordt de verkiezing afgesloten. Dit moet bevestigd worden. De toepassing opent nu automatisch het scherm met de opmerkingen voor het procesverbaal. Als de gegevens voor het procesverbaal worden bevestigd, wordt het PV digitaal aangemaakt. Via de knop Afdrukken wordt het PV afgedrukt. De voorzitter sluit de netboek af en verwijdert de zwarte USB-sticks. De voorzitter stopt de derde witte USB-stick in de netboek en drukt op de aan- en uitknop. Het scherm wordt getoond. Er wordt gevraagd een van de beide zwarte USB-sticks met de verkiezingstoepassing in de USB-hub te steken om het resultaat te kopiëren. De twee zwarte USB-sticks met de verkiezingstoepassing worden in een envelop gestopt. De witte USB-stick met de resultaten wordt in een andere envelop gestopt. Na de verkiezing worden de stembiljetten uit de stembus gehaald en verpakt. De toestellen worden uitgezet door de aan-uit-knop in te drukken.